Yo, welkom terug hier in de Efteling. Hopelijk gaat alles goed met je als je vakantie hebt. Hopelijk dat je een lekkere vakantie hebt. Heb je je weekend gehad? Hopelijk dat je een leuk weekend had. Today it is your lucky day, want vandaag draait alles om geld. En ik ga zelfs aan het einde van deze video geld uitdelen aan jullie. Maar daarover later meer. Vandaag, ja, ik vind het heel veel om te zeggen, maar er is weer een immense grande update bij het Efteling Grand Hotel. Grote verbouwingen in het Volk van Laaf. Geld, heel veel geld. Efteling heeft straf. En, oh ja... Ik wil het even met jullie gaan hebben over de abonnementen, want jullie hebben massaal gereageerd. Ik heb er gewoon heel veel zin in. We gaan een rondje lopen. Let's go! Yes, en nogmaals welkom terug hier in de Efteling. Het wekelijkse zaterdagochtendrondje is begonnen. Iedere zaterdagochtend luid ik mijn weekend in door een rondje wandelen door de Efteling. Met jullie. Kijk, weet je wat het is? Wat al... heel lang geleden voorspeld hebben, is nu eigenlijk letterlijk aan het gebeuren waar we zelf bij zijn. Iedere dag dat je de Efteling binnenwandelt, ziet het Efteling Grand Hotel te gaver en gaver en groter uit. En dat komt letterlijk omdat ze natuurlijk met dat prefab werken, hè, ze maken hem eigenlijk hier, ze zetten hier het hotel als een soort Lego set, zetten ze hem in elkaar. En dat gaat heel erg hard. De afgelopen dagen zijn ze weer begonnen aan een nieuwe verdieping van het Efteling Grand Hotel. En je ziet nu voor het eerst eigenlijk pas hoe het Efteling Grand Hotel eruit gaat komen te zien als hij dadelijk af is. Dus we kunnen eventjes gaan kijken. Kijk, ja, het gaat echt grandioos hard. Ik wilde zeggen grandioos hard, haha. Wat sowieso grappig is, is om eens eventjes gewoon een video van mij te pakken. 4-5 weken geleden. Even te kijken hoe het er 4-5 weken geleden eraan toe ging. En dan kijken hoe het er nu voor staat. Je schrikt je echt helemaal kapot. En we zien steeds meer muren tevoorschijn komen. Binnenmuren vooral. Dus muren die in het hotel dadelijk te vinden zullen zijn. Het is en palen. Het hier links begint ook echt flink hard te gaan. Kijk, dit is dus wel echt bizar hoor, vrienden. Want hier zie je dus letterlijk hoe dat hotel er dadelijk uit gaat komen te zien met die steentjes. En dat soort dingetjes. En de kleuren. En de bogen. De kleuren van de ramen, van de kozijnen. Ik zal je één ding vertellen. Ze gaan hier niks meer aan doen. Dit is hoe het eruit gaat komen te zien. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Maar goed, dat is echt heel makkelijk zeuren. Die stenen... Ik vind het nu nog niet zo mooi, eerlijk gezegd. Maar goed, dat zeg ik. Dat is heel makkelijk, want we moeten even afwachten dat hier nog vijf verdiepingen opstaan. En dat die helemaal af is. Maar dat dat hotel flink gaat, hard gaat, dat is een feit. Ik ga het je vanaf nu gewoon in iedere video bij me laten zien. Want het gaat zo grandioos hard. En het zal de komende weken nog harder en gaver en toffer en fantastischer en grander worden. Ik heb er zin in. We gaan verder het park in, want ik ga vandaag letterlijk Efteling geld uitdelen. Wel bizar hoor, ik loop nu in het sprookjebos. Ik ben net bij een aantal sprookjes geweest, zoals Rapunzel. Hier, het huisje van moeder Geit met de grote boze wolf, de draak. En er is gewoon helemaal niemand hier. Het is hier gewoon leeg. Het is 10:30, het park is 10:30 open. Dus zaterdag in de meivakantie. En dat komt denk ik omdat hier Hans Rietje dicht is. Dus het is super lastig om er te komen. Je kan maar via één manier dit pad belopen. En nu, ik hoor ook helemaal niemand. Ik zie ook niemand. Terwijl normaal op de zaterdagochtend bij Draken en zo best wel druk is. Het viel me eventjes op. Ik wil heel eventjes naar het Herhoutenplein. Want daar is een Jariop. En ook hier weer gewoon leeg. Er is helemaal niemand, man. Bizar zeg. Het is toch wel best gek om te zien dat het zo rustig is in Sprookjesbos op zaterdagochtend. Nee, waar ik even met je toe was naar het volgende. Er is namelijk een jarige, 25 jaar, jubileumpje. Het sprookje, niet Ezeltje Strekje, maar wel het onderdeel. Een onderdeel van het sprookje. En dat zie je hier, Herberg de Efteling. Wat veel mensen niet weten is dat Ezeltje Strekje en Herberg de Efteling bij elkaar horen. Dat er zijn twee onderdelen van hetzelfde sprookje. Alleen Herberg de Efteling, die is er pas 25 jaar geleden bijgekomen. En die bestaat 25 jaar. En om dat te vieren heeft de Efteling afgelopen week een hele gave pinset uitgebracht. 3 pins in de vorm van dukaten, die dus ook prima uit de ezel zouden kunnen komen, zijn te koop. Die gaan we zo even eentje halen, als ze er nog zijn. Ik denk dat er heel veel Efteling fans in de rij staan bij de oude Marskramer om zo'n pinsetje te bemachtigen. Die ga ik ook later vandaag weggeven, dus je kan hem ook echt winnen. Maar deze bestaat dus 25 jaar en ter gelegenheid van dat jubileum heeft de Efteling een nieuw pinsetje uitgebracht. En het verhaal gaat dat de naam Efteling van de naam Herberg de Efteling vandaan komt. Kan makkelijk. We gaan het pinsetje halen.
Het is inderdaad erg druk bij de oude Masterkamer. Er staan een hoop mensen voor de winkel. We waren hier lekker weer de zijgang naar binnen. We gaan proberen een setje te bemachten. Dan ga ik hem dus weggeven. Aan het einde van de video vertel ik hoe je hem kan winnen. Oeh. Dit is een hoop mensen die een setje willen hebben. Zo, ik heb hier een setje gehaald bij de Marskramer. Ah, dit is echt een hele gaaf pins. Kijk. 3 pins. De een is van de knuppel, die we dus in de herberg vinden. De ander is van het magische tafeltje met eten. En van de ezel. Echt. Nou, misschien wel een van de allergaafste pins die de Efteling ooit hebben uitgebracht. Ik ga hem even heel netjes opbergen, want straks kan ik vertellen hoe je ze kan winnen. Ik ga ze echt weggeven. We gaan richting die kant van het park, want er is een grote verbouwing gaande in de Efteling. Het Lavelaar, Eftelings minst populaire deel van het park. Ik moet zeggen dat de Efteling dat zelf ook wel een beetje doet. Het is een beetje weggewerkt. Het zit natuurlijk sowieso al tegen het plein aan, het Antepiekplein. Wat niet populair is, het plein van de Efteling is. Als je een dagje Efteling doet, je betaalt heel veel centjes, dan kan je of in Bron 1898, Joost en Draak, Vliegen de Hollander en alle andere toffe attracties zoals Vogelrok. Of je kan het land volk van Laven wandelen, waar je ook een sprookjesbos hebt. Dus ik begrijp dat mensen het soms even overslaan, terwijl het wel heel tof is. Maar toch kiezen Efteling voor om steeds dingetjes op te knappen. Je ziet hier al Laafs loerhuis dat dicht is. We zien hier al enorme grote bouwhekken weer in het volk van Laaf, rondom de glijbanen. Die kan je ook nou niet bezoeken. Maar eigenlijk het huisje waar ik vandaag van kom, waar we dus laatst ook al zijn geweest, wat sinds deze week toch wel flink eraan toe is het Lurken en Limoenhuis. Jaren hebben we hier niks gezien, hebben we hier niks gedaan, hebben we hier niks kunnen zien. Maar hier komt dus iets nieuws. Er gaat veranderingen komen. Laten we even via Lijn Zweefhuis een kijkje gaan nemen. Even kijken. Hop, 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 hop. Zo. Kijk. Ze zijn flink bezig. Ze hebben het leeg gehaald. Kunnen we daar wel even gaan kijken hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Want ja, we hebben het nog nooit gezien. Dakpannetjes zijn eraf. Zoals je daar ziet. En ze zijn echt net pas begonnen. Het schijnt dat het een nieuwe scène wordt waar we naar kunnen gaan kijken. Exacte ontwerptekeningen of nieuws is er niet van naar buiten gekomen. Oh kijk, dit is wat heel erg gaaf. Je ziet daar dus. Ja, je ziet wel. Kijk, je ziet het niet goed. Maar je ziet een soort ronde muur met daar op een houten bar, zie je daar in het midden. En dan komt dat het Lurken en Limoenhuis vroeger ook echt een bar was. We gaan het lekker volgen, maar ik ben heel benieuwd wat ze hiervoor in de plaats gaan maken. Maar ik ben heel benieuwd wat er hier gaat komen. Afgelopen week werd natuurlijk bekend dat de Efteling 3 nieuwe abonnementsvormen krijgt. Weer een hoop nieuws, hoop geklaag, hoop mensen boos. Mensen ook blij. En in de reacties onder de video die ik voor je heb gemaakt vorige week ging het ook best wel erg los. Jullie waren het ook niet allemaal met elkaar eens, maar het bleef wel netjes. Dat is echt super. Ik heb 2 reacties er even uitgepakt die ik interessant vond om aan je te laten zien. Hier staat letterlijk, ja, ik ga me opzeggen. Want voor die paar keer dat ik per jaar ga, kan ik niet eens een los kaartje kopen. Dat is natuurlijk wel zo, hè. Ga je 4 keer per jaar? En dan gaan we even uit van het allerduurste ticket van de Efteling. Nou, zeg even voor de makkelijkheid 50 euro. Dus iets meer, maar goed, 50 euro. Keer 4 is 200 euro. Het goedkoopste Efteling abonnement 225 euro als je 4 keer per jaar gaat. Op classic dagen, dan is dat goedkoper, snap je? Dus, dan snap ik dat. Als je 4 keer per jaar gaat, dan kan je net zo goed gewoon 4 losse kaartjes kopen. Maar, er was ook iemand die dit zei. Die zei, ja, ik ga hem echt opzeggen en ik ga de zaterdag, vandaag de dag waarop ik dit opneem, ga ik een abonnement kopen op Toverland. Dat is ook best wel een goede optie natuurlijk. Dus ik heb even gekeken, wat kost nou een abonnement dit jaar bij Toverland? 155 euro. En dan heb je echt gewoon alle dagen van het jaar plezier en lol. Dat is echt goedkoper dan hier in de Efteling of 13,50 per maand als je per maand betaalt. Dat kan natuurlijk ook. En er werd dus echt enorm veel geklaagd. En vooral omdat het te duur was en dat dit en dat en ze moeten dat niet doen en zo en zo. Toen dacht ik van, maar je hoeft het niet te kopen. Je kan het ook opzeggen, ga je lekker iets anders doen. Dat zal me echt heel erg op hoeveel mensen klagen over iets wat eigenlijk helemaal niet zo belangrijk is, denk ik. Buiten dat het wat duurder wordt. En je weet dat over het Efteling abonnement. Wij gaan verder het park in. Want bij Vogelrok was het ook niet heel gezellig afgelopen week. Oh, ziet ook mooi, hè? Ho, 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 ho. Soms heb je van die video's die komen uit over de Efteling en die kijk je dan 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer, 7 keer, 8 keer, 9 keer, 10 keer. En over 5 jaar
of 10 jaar kan je diezelfde video nog steeds herinneren. Dat zijn altijd maar een paar. En daar is afgelopen week een video bijgekomen. Er is een jongetje die heeft een TikTok gemaakt tijdens zijn ritje in de Vogelrok. Waar op te zien was dat de lichten van de Vogelrok aanstonden. Nou, natuurlijk experience once in a lifetime. Dat maak je nooit mee. Never, never, nooit. En hij heeft ook nog eens gefilmd en op TikTok gezet. Dus we kunnen er van mee genieten. Even een klein beetje kijken. Een klein beetje, heel eventjes. Ja, super tof, wil je heel die video zien, tik maar gewoon op TikTok Vogelrok in en hij komt sowieso meteen naar boven. Ja, interessant om te zien, er stond natuurlijk al wel een video online op YouTube, jaren geleden is hij geüpload. Maar we hebben nu een betere versie, waarin we kunnen zien hoe Vogelrok eruit ziet met de licht aan. En eigenlijk is die, kom eens, best wel erg saai. Zo, we gaan eens even naar boven toe. In de pagode, ik ben wel heel erg benieuwd. De lucht begint er trouwens wel heel erg vervaarlijk uit te zien. Ik ben wel benieuwd hoe het Efteling Grand Hotel eruit ziet vanuit de pagode. Kan je het al zien? Is er überhaupt al iets te zien? En hoe staat het naast zijn grote, dadelijk kleine broer, het huis van de vijf zintuigen? Zo, we zijn de enige hier. Heerlijk. Mooi man, zo'n super vette attractie. Echt zo, ik vind echt pagode echt een gaaf attractie. Vind ik echt heel tof. Het enige is een beetje dat die, als je aan moet lopen op de bluespromenade, dan zie je Symbolica en daarna zie je pagode. Maar eigenlijk passen de kleuren van Symbolica en pagode natuurlijk totaal niet bij elkaar. Ja, maar als je dit ook ziet, zo fantastisch man. Super gaaf. Zo, there we go. Oh, moet niet zo ongeduldig doen. Even kijken, even een mooi plekje aan het zoeken hier zo. Zo dadelijk prima zicht hebben op het nieuwe Efteling Grand Hotel. Eens kijken of dat we het hotel al zien. De mammoet, zoals men dat altijd zegt, die zien we al wel. Dat is mooi. Even kijken. Oh, hij begint hard te draaien, de pagode. Nee, we zien het nog niet. We zien wel twee grote hijskranen. 1, 2. Huis van de vijf zintuigen. Maar het Efteling Grand Hotel is nog niet te zien. Ik zit trouwens te denken, hoe dom ben ik? Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er staan natuurlijk 100.000 bomen voor het Efteling Grand Hotel. En hij is ook lang niet af. Dit is echt het toppunt van domheid 2024 hier today. Hey, Joris en Draak zijn testen. Joris en Draak gaan natuurlijk komend weekend weer open. Hij rijdt weer lekker man, maar hij rijdt al wel langer hè, want we hebben het vorige week hebben het ook al naar gekeken samen. Oh, mooi jongens, die Efteling. Hoi, 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 hoi. Kijk al die bomen, je kan ook zo ver vooruit kijken. En als je hier niet zo vaak komt, zal ik je twee tips geven. Kijk je achter de Python, zie je Tilburg, de big city. Kijk je recht vooruit, dus over de vijver van Gondeletta heen. En je kijkt heel, heel goed en het is heel helder weer, zie je Vechthorenbosch liggen. Dat is echt geen grap. Mijn camera is goed, maar niet zo goed dat ik helemaal kan inzoomen. Maar daar ergens ligt Vechthorenbosch. En ze zijn daar bezig met een nieuw zwembad lijken. Goed, ondanks het... Ik ga zitten man, het waait veel te hard. Ondanks het projectje niet goed is gelukt. Toch wel hele leuke tips vanuit Pagode. En nu gaat die camera weg van alles van helemaal. Vrienden, als we heel goed kijken en we zagen met een heel kleine glimp konden we opvangen van het Grand Hotel. Dus we beginnen hem wel te kunnen zien. Ik zie hem zonder grappen, zie ik ook de eerste punt al. Daar zo links is nu slecht te zien omdat we weer naar onder gaan. Het kan dus, je kan dus nu al het Efteling Grand Hotel spotten vanuit de pagode. Heel heel klein beetje, mini mini. Maar dat zal natuurlijk met de week meer en meer worden. Want dan gaat natuurlijk iedere week een stukje groter worden. Yes, we gaan even een eindje van het park lopen richting Dans Macabre, Piranha, Max en Moritz of zo, gewoon ander rijk. Oh. 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 Eventjes omwandelen. De Efteling moet, ik hoop niet voor de Efteling, maar de Efteling heeft een probleempje. Want er zijn mensen die willen dat de Efteling heel veel geld gaat betalen voordat wij hier zijn. Ja, ingewikkeld hè, ik ga het je vertellen. Kijk wel leuk, het Dans Macabre is weer een stukje completer geworden. Die brug die ze aanleggen, hier zo, richting de ingang, daar zit nou een overkapje overheen zoals je ziet. Zijn ze lekker mee bezig. Ja, ze zijn er echt flink bezig. Dat gaat ook hard. Het gaat trouwens steeds minder lang duren voordat Dans Macabre open gaat. Dat zal wel echt lekker zijn. Dus laat die zomer maar heel snel voorbij gaan. Hup, 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 hup. Snel zomertje doorpakken en dan kunnen we na de zomer in oktober hopelijk onze eerste rit gaan maken in Dans Macabre. De updates van Dans Macabre zijn natuurlijk minder groot dan eerst. Natuurlijk nu, ja, de buitenkant is grotendeel af. Dus ze zijn nu vooral druk aan het werk aan de binnenkant. En dat kunnen we helaas niet checken. Maar ze zijn in ieder geval lekker bezig. Efteling is boos. De Efteling mag volgens nieuwe regels maar 5 miljoen mensen per jaar in het park ontvangen. 5 miljoen mensen die ieder jaar door de poorten lopen, die in attracties gaan, die eten drinken kopen, snap je? Voor iedere bezoeker
die de Efteling binnenlaat dat boven de 5 miljoen komt. Dus stel, in 2024 komen er in totaal 5,1 miljoen mensen naar de Efteling. Die punt 1, dus al die mensen die boven die 5 miljoen komen, die moeten ze betalen. Daar moeten ze een boete voor betalen. Voor iedereen, van ieder van ons die boven die 5 miljoen mensen komt, moeten ze een boete betalen. Dat wil de Efteling niet. En dan kan je vertellen, het gaat over miljoenen euro's. Echt miljoenen. Bizar. Ik hoop eigenlijk niet dat het zoveel geld gaat kosten, want dan komen er geen nieuwe attracties. Goed, in ieder geval, nu we toch bij Bakkerij Krummel zijn, kom ik dit even gaan halen. Let's go! De Lemon Curd Cake, die was er vorig jaar ook al. Nieuwe seizoen special, en die vond ik vorig jaar wel lekker. Ik heb het gevoel dat het er wel iets anders uitziet dan vorig jaar, maar we gaan het gewoon eens even proberen. Daar gaan we. Hij is taai, man. Het is echt een tegenvaller. Hij is echt super taai, kijk. Ik vind hem echt niet lekker. Ik ga even één hapje proberen, maar dit is echt zonde dit. Dit is gewoon, er zit een soort van, het is cake. En dan zit er een, even kijken. Ja, het is een cake. Met glazuur erover. Een topping. Schuim. Nee, ik vind hem niet lekker. Hij krijgt 2 sterren van mij. En ik weet niet of ik ooit al een keer een Efteling snack zo laag heb geraked. Nee. Helaas, geen lekker snackje vandaag hier bij Bakkerij Krummel. Echt jammer dit. Ik had echt heel veel verwacht van de Lemon Curd. Toch maar voortaan vast recept pakken hier. Die Lemon Curd die laat ik voortaan gewoon lekker liggen hier. Oké, het Normand de Supreme. Waar is die? Even kijken. Daar is die. De pincet. Hij waait weg. Van de Efteling. Van de Efteling ga ik aan je weggeven. Ik geef 1 setje weg. Oh, hier is dat zakje. Top. Hoe doe je dat? Nou, ik heb eerst even iets anders. Ik heb iets nieuws. Ik heb sinds afgelopen week, en ik heb het ook al op Insta en TikTok gezet. Volg je bent nog nieuw niet. Doe dat dan snel. Ik heb een WhatsApp kanaal. En je kan daar lid van worden op WhatsApp. Daar klik je op de link die in de bio van deze video staat. En daar kan je lid worden. Je nummer is volledig beschermd. Dus niemand ziet dat je lid bent. Niemand ziet je nummer. Zelfs ik niet. En daar stuur ik gewoon leuke berichtjes in. En die krijg je op WhatsApp. En we hebben vorige week heb ik dat online gezet. Vandaag dat ik dit opneem, bijna 500 leden. En wat ik eigenlijk wil gaan doen is het volgende. Hoe maak je kans op, die wind is zo irritant, op dit pinsetje? Wat je doet, paar stappen. Klik op de link hier in de beschrijving. Word lid van het Bart Baan WhatsApp kanaal. Dus dan kom je daar gezellig in met alle andere Bart Baan vrienden. Maak een screenshot van dat je lid bent van het WhatsApp kanaal. Stuur die naar mij toe. Door middel van een privéberichtje op TikTok. Dus dan klik je naar mijn TikTok-account, volg je mij, stuur je een privéberichtje met erin alleen jouw screen van dat je lid bent. Niks meer, niks minder. Je hebt geen heel betoog of heel verhaal. Dat is het. En op het moment dat we 1000 leden hebben in het WhatsApp-kanaal, ga ik naar die lijst op TikTok en kies ik 1 iemand uit die hier dus blij meegemaakt gaat worden. En iedereen, alle vrienden die al lid zijn van het WhatsApp kanaal, kunnen ook meedoen. Dus je wordt lid van het WhatsApp kanaal, stuurt een screenshot van dat je lid bent naar mij toe, privé op TikTok. En op het moment dat we 1000 volgers hebben op dat WhatsApp kanaal, geef ik deze weg op TikTok. Dat is hoe we het gaan doen. Doe je best. En weet je wat het is? Als we al heel snel 1000 volgers halen, dan zal ik al heel snel een winnaarpakket maken. Maar ik zal het even leuk houden. Tot en met 1 mei kan je meedoen. Nou, hoe aardig is dat? Oké, intussen ik hier langs de scènes van Fata Morgana loop, wil ik je een hele fijne week wensen. Bedankt voor het kijken deze video. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren op Bart Baan. Doe, ja, hè, volg de stap die ik je net heb verteld om kansen te maken op de pinset van de Efteling. En wij zien elkaar aankomende vrijdag terug vanuit de Efteling. Dan is het bijna Koningsdag. Hier gaan we al iets leuks doen met alle koningen in de Efteling. Anyway, tot vrijdag. Zien we elkaar dan. Doei!